1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker. Ik ben een van die 7 vrouwen en ik wil daar wat aan doen. Een vrouwenlichaam wordt door een borstamputatie of een borstsparende operatie voor het leven getekend. Zou het niet mooi zijn om deze vrouwen een op maat gemaakte borstprothese te bieden, die net zo uniek is als haar eigen borsten, waardoor ze zich weer één voelt in haar eigen lichaam? Mijn naam is Monica Schlusser. En ik ben erachter gekomen dat die unieke borstprotheses gewoon niet bestaan. De huidige protheseoplossingen lijken zelfs niet op een borst. En toen dacht ik, als we nou van petflessen zachte dekens kunnen maken en we zijn in staat om ons eigen eten te printen en om kunsthuid te printen, dan moet dat toch een stuk beter kunnen. Ik wil vrouwen helpen om die unieke borsten te reconstrueren door gebruik te maken van 3D print- en scantechnieken. En hiervoor wil ik een commercieel bedrijf opzetten. Die technieken die we gaan ontwikkelen, kunnen we ook nog gaan inzetten op een breder vlak. Albert Einstein heeft ooit gezegd, voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis. Nou, met dat voorstellingsvermogen zit het wel goed, maar ik ben op zoek naar specifieke kennis. Heb jij die kennis op het gebied van 3D printtechniek, 3D scantechniek, ben je bekend binnen de medische hoek, spreekt het verhaal je aan? Dan meld je alsjeblieft bij mijn versnellingstafel, want dan ben ik op zoek naar jou.